Aan de oude Koevoordeweg wordt nog hard gewerkt aan het realiseren van 82 graven. Voor de gemeenschap natuurlijk giga dat het er is. Er zijn heel veel mensen die hier begraven willen worden, dus een hele opluchting. Uiteindelijk komen er zelfs 1700 graven. Omdat er heel veel moslims in Nederland zijn die een rustplek willen. En nu helemaal met de corona. Er zijn heel veel mensen dus die niet gerepatrieerd kunnen worden. En nu in Nederland begraven moeten worden. En er zijn niet heel veel plaatsen. Eigenlijk maar één in Nederland. En dit is de tweede. En nog te weinig, maar we zijn op de goede weg. Het komt steeds minder voor dat moslims buiten Nederland worden begraven. De tweede generatie, derde generatie en de huidige generatie, die hebben meer een verbondenheid met Nederland. Die voelen zich ook meer Nederlander. Dus die willen hier in Nederland begraven worden. Hoi, met kinderdagverblijf. Lioba de Palm uit Groningen is een bekeerde moslima die islamitisch begraven wil worden. Mede omdat ik een zoontje heb die overleden is, helaas, kort geleden. Dus die heb ik ook islamitisch begraven in Zijlwerd. Dus ja, voor mij is het dan ook automatisch heel belangrijk dat ik ook islamitisch begraven word. En mijn man en mijn kinderen. Maar ik lig het liefst natuurlijk bij mijn zoontje in Zijlwerd inderdaad. Ja, maar ik ben wel heel blij met Zuid-Laren. Want het spreekt haar ook aan dat moslims richting Mekka worden begraven. Dat de graven sober zijn. En dat meestal geen kist wordt gebruikt. Ja, je ligt voor eeuwig. Je wordt niet opgegraven. Dus je blijft voor eeuwig bestaan, zeg maar. In het graf.